Het bedrijventerrein Nieuw-Rijenwaard komt in de oksel van het knooppunt Ridderkerk. En met het fiat van de hoogste bestuursrechter kan de aanleg dit jaar nog beginnen. Wat glastuinbouw en landbouw waren, worden bedrijven voor de handel in groente en fruit. Bewoners hebben jarenlang verzet geboden. Maar met de uitspraak van de Raad van State is dat definitief gebroken. Een grote teleurstelling. Ja, dan staan we met ons rug tegen de muur, denk ik. Absoluut. We hebben veel geprobeerd, maar ik denk dat het nu einde verhaal is, ja. Maar de Raad van State heeft geen oor naar uw bezwaar? Nee, helemaal niks. Ze hebben allemaal van tafel geveegd. Ze hebben meer gekeken naar het economische aspect dan naar het menselijke aspect. En dat vinden wij wel heel erg jammer. Want vanuit verschillende punten was er aangedragen van, joh, hou ook rekening gewoon met de bewoners, met het resort. En dat is helaas niet gebeurd. Het is voor het geld gegaan. Wat economisch gezien heel logisch is. Maar we hopen toch dat er nog een menselijke kant zit bij de GR. Om misschien nog anders te doen besluiten of iets anders aan te dragen. De GR, u bedoelt de gemeenschappelijke regeling Nieuw-Rijenwaard. Dan Barendrecht die voorstander zijn van het bedrijventerrein. Ja. De bewoners van de Rijksstraatweg zitten straks ingeklemd tussen twee bedrijventerreinen en maken zich zorgen over de extra geluidsoverlast die 24 uur per dag bedrijvigheid met zich meebrengt. Ze waren het liefst uitgekocht. Ja, of in ieder geval uitgekocht, of in ieder geval dat de leefbaarheid ook gegarandeerd bleef. Kijk, want wij zijn van mening als je 24 uur per dag eigenlijk bedrijven achter je hebt die in de weer zijn, dat de leefbaarheid niet ten goede komt. Voor ons hebben we natuurlijk ook al een bedrijventerrein gevestigd waar we ook al nu dagelijks de hinder van ondervinden op bepaalde momenten. En dan zeggen wij van, joh, wil je dat wel? De Raad van State is akkoord met de komst van het bedrijventerrein. Wel op voorwaarde dat er extra verkeersmaatregelen getroffen worden. En of er ook containeropslag mag komen, dat is nog niet zeker.